Ik ben Sanneke de Neeling, ik ben 19 jaar en ik ben lid van het schaatsteam Team Lotto NL Jumbo. 4 jaar geleden toen heb ik ook meegedaan aan de Jeugdolympische Spelen in Innsbruck toen. Ik heb toen 3 medailles gepakt. 1 op de 1500 meter was ik tweede. Op de 3 kilometer heb ik goud gewonnen en op de massastart heb ik ook goud gewonnen. En ja, ik heb er vooral enorm veel van genoten. Het was echt de mooiste wedstrijd die ik tot dan toe heb gehad. Ja, ik weet nog wel dat ik als eerste reed de 1500 meter. Ik weet nog dat ik uit mijn bed kwam. Ik was nog nooit zo zenuwachtig geweest. Ik werd kotsmisselijk, kwam ik mijn bed uit. En toen ben ik op een gegeven moment aan de start gaan staan. Ben ik gewoon gaan rijden. En toen ging het wel steeds beter. Toen heb ik wel alles eruit kunnen halen en het is uiteindelijk toch gelukt, ondanks de zenuwen. En toen de kop er eenmaal af was, toen had ik nog een 3 kilometer en een massastart in het verschiet. Ja, dan wil je natuurlijk, als je eenmaal gewonnen hebt, wil je alleen nog maar meer winnen. En dat is ook gebeurd, dus daar was ik blij mee. Ik vond de Jeugdolympische Spelen, ik vond het echt een super gaaf evenement. Vooral omdat je heel veel nieuwe sporters leert kennen. Je hebt echt de chef de mission, dat vond ik wel heel stoer. En je bent gewoon met een heel professioneel bezig mee eigenlijk. Terwijl, je hebt gewoon in het klein wat het later in het groot gaat worden, de Olympische Spelen. En ik heb er onwijs van genoten. En vooral van de ambiance ook om de baan heen. En de dingen die er voor je geregeld zijn. En alle nieuwe atleten, die spreek ik eigenlijk nog steeds. Bijvoorbeeld sommige vrienden die je daar maakt, die hou je gewoon nog een hele tijd aan. Dat is ook wel heel gaaf. Op dit moment is het vooral mijn doel om dit jaar zoveel mogelijk te leren. Ik zit hier in een superteam met Sven Kramer en Kjeld Nuis en al die goeie. En van die jongens kan ik zo verschrikkelijk veel leren. Dus dat is gewoon mijn hoofddoel dit seizoen. En volgend seizoen wil ik natuurlijk wel ook voor de podiumplaatsen op Nederlands niveau gaan. En in 2018 voor de Olympische Spelen natuurlijk. Dat voelt echt niet. Ja, gewoon... op een top genieten. Irene Wüst gaf mij toen de tip, die had de vorige keer het filmpje ingesproken. Ja, om gewoon lekker nog een keertje naar de McDonald's te gaan of iets, dat je niet te gespannen bent voor je wedstrijd. Gewoon eerst genieten, want de trainingen heb je als het goed is, heb je allemaal gedaan. Als je daar aankomt, dan kan je niks meer doen aan inhoud of fysiek. Je moet gewoon aan de start staan, fris zijn en alles eruit halen wat erin zit. En vooral ook gewoon heel erg genieten van het Olympisch dorp en van de mensen die er rondlopen. En gewoon met iedereen een praatje maken. En dat geeft me zoveel positieve energie die je dan ook gewoon weer mee kan nemen naar je wedstrijd. En natuurlijk gewoon altijd proberen te winnen. Dat is mijn grootste tip.